Deze robotbouwer loopt voorop in de nieuwste technologie. Gaan slimme robots in de toekomst helemaal zelfstandig te werk? Wij maken robots om onderhoud en inspectie te kunnen doen aan grote metalen oppervlaktes die over het algemeen slecht bereikbaar zijn. Dan heb je het over bijvoorbeeld schepen, tank storage, offshore constructies. De robots die we bouwen, die zou je eigenlijk een magnetisch voertuig kunnen noemen. Dus we hebben 4 standaard types. Het is een magnetisch voertuig. Op een permanente magneet hecht het zich aan het stalen oppervlak. Je kan er allerlei applicaties opzetten voor behandeling van een oppervlak, inspectie van een oppervlak. De meest voorkomende toepassingen zie je eigenlijk in marine, maar ook in process industry, tank storage met name. En dan heb je het zo breed over toepassingen als het reinigen van de binnenkant of de buitenkant van een tank. Het reinigen van een schip aan de buitenkant, bijvoorbeeld de aangroei van mosselen. Maar ook zelfs het strippen van de buitenkant van een schip tot bare metal om het opnieuw te coaten bijvoorbeeld. Dan gebruik je typisch ultra-high pressure water blasting. Het is een potentieel gevaarlijk proces op 3000 bar, wat natuurlijk niet makkelijk te doen is door personen en ook gevaarlijk is. Daarvoor typisch zet je onze robot in. Als ik kijk naar die onderwaterrobot, daar zijn we nu effectief 4 tot 5 maanden mee bezig. We hebben nu concept aangetoond. Met name het stukje autonome besturing is nu in ontwikkeling samen met partners. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling die qua concept en qua eerste prototypes een beetje eind dit kalenderjaar klaar moet zijn. En bediening van de robots gebeurt gedeeltelijk met een afstandsbediening. Dus je hebt 1 operator die staat op veilige afstand van het werk. Op de robot en de controller zelf zitten ook een aantal automatiseringsstappen. Dus een voorbeeld te noemen, het aanschakelen van een pomp voor 3000 bar druk. Dat gebeurt ook van dezelfde remote die de operator heeft. Dus dat maakt het werk een stuk veiliger. Wat voor mij het ook echt interessant maakt om in de VertiDrive te werken, is dat je wereldwijd nieuwe technologieën te introduceren bent. En je bent ook wereldwijd marktleider op deze niche-markt. En dat maakt het heel interessant om ook internationaal hele sterke groei te kunnen realiseren.